Oké, let's go. Mensen, goedenavond. Wij hebben weer een fantastische video op het programma. Namelijk, wij gaan vandaag een hele aparte speler kopen. Maar voordat we dat gaan doen, ja, we zien dat we 1,4 miljoen fucking bank hebben. En dan kunnen we natuurlijk alleen maar Toni Kroos van kopen. Dat zouden we natuurlijk kunnen doen, maar dat gaan we niet doen. Wij gaan hier andere spelers van kopen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst wat packs openen. Maar, als we deze hebben geopend, deze Jumbo zeldzaam spelerspakket, ja, dan gaat het toch wel... Oh, kijk eens. Oh, ja. Oh, Spanje. Ja, je hoopt dat hier gewoon even wat lekkers in zit, weet je. Toch high rated. Kijk, zo'n Kostis bijvoorbeeld, die kan je gewoon lekker gooien in de SBC. Dus dat is wel lekker. Kijk, Laporte kan je gooien in zo'n SBC. Dat is gewoon fantastisch, jongens. Dat moet je gewoon hebben. We gaan sowieso even één spelletje halen. Want daar is een SBC van. Wij gaan. Staat mijn favoriet, hè. Staat hij. Hoppa. Steven Berghuis. Hoppa. Lekker zeg. Ik werken voor je geld. Dus dat wordt wel lachgieren brullen. Laat dat maar aan ons over. En deze jongens die gaan het doen voor ons. Hoppa. Bam, bam, bam. Lekker zeg. Komt ie. Steven Berghuis. Ja hoor, lekker. Onze vriend. Ja hoor. Ho, 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 ho. Yeah. We doen er wel even een schaduwtje op. En nu gaan we gewoon even packs openen. Wachten tot wij een zieke speler kunnen kopen. En welke speler we dan moeten kopen. Ik was eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, niet heel tevreden over die LRN. Dus ik wil eigenlijk iets anders. En Kuit, nou dat is gewoon een ongelooflijke legende, lieve mensen. Hij was heel licht en was heel erg... Het is een walkout, dat is ook fantastisch, maar het was weer niet wat we zoeken. Dat is jammer. En dan gaan we deze nog even openen. Ja, het zou wat zijn als we even zo'n hero of even gewoon een ander lekker packie. Hè? Zo'n ander lekker packie. Spaans, het is feest, joh. Godverdomme. Blijven we die packs maar openen, hè, lieve mensen. We blijven ze openen. Gaat ie, lopende band. Kom maar door. Kom maar door. Kom maar door. Kut, jammer. Pedro Porro. Pedro Porro, lekker naampie. Semedo, Trekpedo, oftewel Kai van der Ree. Ook lekker, ook lekker. Nee, dat vind ik niet lekker. Ik heb wel sterk het idee dat in deze packs niet zoveel meer gaat zitten. En dat zeg ik. En dan krijg ik opeens een Team of the Week. En dan is het een Touram, Plea. Plea, zo jezus aan. Dus die hebben we ook in het verleden hebben die veel gezien, hè? We blijven die packs openen. Blijven ze openen. Ja, we gaan naar de zijkant. Is het een Braziliaan? Het is een CV? Het is Marquinhos? Nee, het is Thiago Silva. Nou, lekker. Wel walkoutje. Lekker. Brozovic, heerlijk. Weer zo high rated. Kun je allemaal lekker in SBC tief stralen. Fantastisch. Oké. Okay. Duitsland. Sané. We zitten op 1,4 miljoen. En in dit tempo gaan we die beoogde rating waar we eigenlijk een beetje naartoe werken. Dat gaan we dan niet halen. Zeker niet als we Spaanse mensen blijven packen. Dit is wel weer een Rodri of een Busquets of zo. Maar voor de rest, ja, weer een Rodri. Fantastisch. Maar voor de rest, ja, hebben we gewoon geen types aan. Oh, Argentinië. Dit is waarschijnlijk de goalie, Martinez. Ik ben benieuwd wie er gaat spelen bij Frankrijk. Benzema en Mbappé. Giroud doet het eigenlijk altijd wel goed voor de Fransen. Ik wil zeggen, ik heb de WK-vibes nog niet helemaal te pakken, om heel eerlijk te zijn. Dit is sommer. Wel lekker. 85 rated. Trauner. Ja. Wat een legend is dat ook. Die kwam ik vorige keer tegen in de skihut. What the fuck was dat, zeg. Dat was ook mooi. Hier in Rotterdam. Fucking leuk. Wat een legend is dat. Even een keer. Gewoon even een lekkere. Gewoon even. Dit is weer geen walkout. Duits. CV. Sule. Hier zo. Komt weer een kutpack. Let op. Kut. Oeh, zo, we hebben echt heel het Spaanse elftal. Holy fuck, hé. Ik vrees alleen dat we hier niet ver mee gaan komen. We komen niet voorbij de 1,5 miljoen. Het is dit. Het is weer geen walkout. Het is wel een Bonucci. Godverd, het is een anderzelfde die pack. Oké, okay, genoeg van de packs. We hebben dus een nieuwe speler. Ik dacht eigenlijk door middel van Frenkie. Kijk, Frenkie, die is natuurlijk goed. Maar ik ben niet zo tevreden over... Ja, Dumfries ook weer wel eigenlijk. Het is een beetje lastig. Ik denk dat we Frenkie gaan wisselen voor hier. En dan hebben we dus een nieuwe CM. Dat wordt onze legend. Fucking Steven Berghuis. Maar wat is zijn alternatieve positie? Daar ben ik wel voor blij. RVA. Kijk, dat is fantastisch. Want dan kunnen we eindelijk die Savio eraf gooien. Ik ga Berghuis gewoon even neerknallen. Dat is gewoon onze nieuwe speler. Doen we alsnog even Frenkie. Want wij kunnen dus een nieuwe speler halen. En wat wordt onze nieuwe spits? Ja, dat is even de vraag. En ik heb rondgekeken. We willen natuurlijk al een linksback. En jullie vroegen ook al van, doe iets met die linksback. Doe even wat, weet je wel. Ga gewoon een beetje op pad, weet je wel. Doe er wat mee. Maar we hebben dus nu 1,48 miljoen. En wat we nog op de transfer hebben, op de transfer lijst. Kroos keer 30. 30 keer 24 is 7,50. Min tax, dus ongeveer 5%. Het zijn er 4 en dan die 3 is 7. 710.000 betekent dat we theoretisch 2,2 miljoen kunnen hebben. Laten we sowieso gewoon even Frenkie kopen. Dat lijkt me wel echt heel vet. Kunnen we oude Frenkie kunnen we gewoon even verkopen. Doen we dat eerst. Geen idee hoeveel dat oplevert. Dat zal niet... Oh, die is een tradable ook nog. God voor de shot voor lieve mensen.
Dus ik heb even gezocht en ik wil uiteindelijk gewoon een speler die voor ons het verschil kan maken. Gewoon iemand dat je denkt van ja, hey, daar kunnen we het wel gewoon mee redden. En dat is geworden deze motherfucker. En ik heb wel heel veel zin om met hem te spelen. En sterker nog, we hebben hem vorig jaar gehad. En ik denk dat hij in deze FIFA ook ontzettend goed is, lieve mensen. Laten we gewoon halen en kijken wat er gebeurt. Fuck it, ouwe. Laten we hem gewoon halen. Dat betekent dat we nog 4 ton over hebben. Ja, ik wil Frenkie nog even halen. Maar ja, op dit moment kunnen we gewoon niet zoveel verkopen. Waardoor wij hem hebben. Kijk, ik kan deze kneus verkopen. Maar ja, er zitten nog steeds, komen nog steeds wat kort. Mensen, we hebben genoeg. 519.000. We hebben alles, de inboedel verkocht. Maar we kunnen nu weer iemand kopen. Dat is lekker, die vetse. Alles weg. Hoppakee, Frenkie, hoppa, dat is wel van lekker. En mensen, nu hebben we gewoon een fenomenaal team. En Cantona, die gaat uiteindelijk vervangen worden door de andere. Maar ik wil gewoon even proberen. Wij gaan deze gaan we gewoon even lekker toevoegen. En dit wordt gewoon spitsie. En dan doen we hier zo onze nieuwe CM. Haha, Frenkie. Haha. Linksback moeten we nog even wat voor verzinnen. Laat even weten in de comments wat we daarvoor moeten doen. Steven Berghuis, ja. Steven Berghuis doet ook gewoon even een jaartje op. Voor de rest hebben we het ook niet echt heel veel zin om daar meer moeite aan te besteden. We hebben alleen maar Nederlands, alleen een Franse spits met Cantona. En dan gaan we even uittesten in de FUT Champs. Dan hebben we dat tenminste alvast gefixt. Hier gaan we even laten zien dat we iedereen mee kunnen neuken, lieve mensen. Gewoon even kaart in het anusje. Wie is dit? Simone? Wie is Simone, joh? Dankjewel, Simone. Kan je zien, ik heb geplast of niet? Kijk, dan gaat er gelijk kant erna. Oeh! Ja, dit is lekker. Dit is heerlijk. I love it. We hebben nu eindelijk gewoon een team waarvan we denken, ja, dit klopt. Alleen onze linksback. Daar moeten we nog even aan werken. Maar voor de rest, mensen, dit is zo lekker. Hier is een Frenkie, moet je voelen. Dat voel je in alles. Oeh, ik dacht, Frenkie, schiet even een keertje. Zou wel leuk zijn. Kijk, daar gaat hij, hè. Dirkie Kuyt, let op, hè. Oeh! Ik moet even timen. Het groen timen, dan moet ik nog een beetje doorkrijgen. Oh, hij heeft de Inform rode versie. Dat is ook wel lekker natuurlijk. Godver, lieve mensen. We kopen allemaal nieuwe spelers en dan verliezen we nog van Sorloff. Zag je dat wat hij doet met de dribbel opeens? Dat die bal in zijn voeten valt. Hoe kan dat nou? Laten we zien in de herhaling. Laten we zien in de herhaling wat er nou gebeurt met die bal. Ja, dan gaan we toch recht door. Boom! Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Dit kan niet dat hij die bal daar verliest. Godverdomme. En ik was zo lekker bezig. Kijk, dit is goed. Het is een goed begin. Weet je, we moeten. Jacques-Paul! Moet ik gewoon even mentaal moet ik gewoon even lekker zitten, weet je wel. Gewoon even als nu zo'n speler kopen. Het gaat gelijk mis. En weet je, het schiet gewoon niet op. Dit moet zitten! Tuurlijk! Dan gaan we door. Oh, die goede Jacques-Paul. Kijk, ik moet er gewoon iets meer druk erop voeren en dan gaat het gewoon helemaal goed. Nee, joh. Nee, joh. Nee, joh. Wat een redding. Hebbes. Mensen, we gaan even dit potje janken even doorheen, weet je wel. We gaan gewoon even, weet je, we zetten nu gewoon... Wat een tyfus aanname! Hij schiet hem ook echt hard in die kruising, hè, die Rashford. Lieve mensen, jullie zien het! Jullie zien het wat er gebeurt! Corruptie, alom! En hij loopt gewoon niet meer mee, die Savio. Die loopt gewoon ook niet meer mee, die is er klaar mee. Stel, je staat met 2 doelpunten voor en gaat nog zo lopen tijd trekken. Mensen, geen paniek, het komt goed. Wij gaan ons herpakken. Laat weten in de comments welke speler moeten we kopen. Dan gaan we vooruit, we gaan vooruit. We moeten ons blijven focussen. Weekend League komt eraan en dat betekent nieuwe spelers. Misschien moeten we gewoon een ander land bij betrekken. Niet alleen Nederland. Ik laat het jullie weten, we houden contact. Zien elkaar snel, de groeten. Ciao. Ciao.